kranten. Yes, ready? Action. Heel fijn om jullie weer bij elkaar te zien vandaag. Het is net geen de dertiende, maar de veertiende. Hartelijk welkom, allemaal. Ik ben weer eens blij dat zoveel mensen van de lokale media hier aanwezig zijn. Ik doe een speciaal woord van welkom naar Willem Stegeman van Salto. We hebben de toezegging van Salto dat ze ons tegemoet komen in de zin van dat ze dit initiatief ondersteunen. En daar waar mogelijk ook zendtijd ter beschikking stellen. Onder andere voor de opnames die hier gemaakt worden. Ik wil Willem ook heel hartelijk feliciteren vandaag. Hij is een jarig hoor. Met de nieuwe website. Prachtig. Modern. Heel erg goed. En de soundkwaliteit is beter en stabieler. Ja, heel erg goed. Facebook. Ja, prima. Maar hij is voor ons ook, voor de lokale media, een voorbeeld van in gang gezette verbeteringen. Ja. Hij moest van ver komen, bijna een achterstand van 20 jaar inhalen. Voorbeeld voor ons, om ook bij onszelf te raden te gaan van, moeten we dingen niet anders gaan doen of anders gaan aanpakken? In elk geval verbeteringen aanbrengen. We zijn eigenlijk altijd bezig. Een permanent proces van verbeteringen die aangebracht moeten worden in onze het proces van uitvoering. Goed, vandaag hebben wij één lid van het algemeen bestuur, van de bestuurscommissie. Mij was gezegd dat er nog twee anderen zouden komen. Misschien dat ze nog komen, maar ik ben heel blij dat Roy Ristie, die namens D66 zit in het algemeen bestuur van Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, dat hij hier aanwezig is. We gaan praten over het nieuwe bestuurlijk stelsel en uiteraard over de verkiezingen voor de gemeenteraad, voor de bestuurscommissie en de sleepwet, zoals dat in de volksmond heet. En dat is dus de WIV, de Wet op Informatie en Veiligheid. Wat ik ook nog wil zeggen is dat dus van huishoudelijke aard, dat vandaag we te gast zijn bij Bank Sajawa, heel hartelijk dank. En straks zullen we na dit, zeg maar het officieel gedeelte, dus de aanhalingstekens, genieten van een Javaans gerecht. Heerlijk. Ja. Goed, ik wil hier graag Roy Ristie introduceren om iets te vertellen over de bestuurlijke vernieuwing die heeft plaatsgevonden en waarbij we dus bij de komende verkiezingen op woensdag 21 maart zullen moeten stemmen voor een bestuurscommissie. Roy. Een microfoon. Ja, ik kan het daar gewoon staan. Leren wij dat hebben dan? Ja, dat is goed, dan ga ik hier. Ja, oprecht. Ook een goede middag. Ik ben blij om te zien hoeveel mensen ook weer hun tijd vrijgemaakt hebben om hier te zijn. Mensen die allemaal heel lang, heel veel jaren, ik ken veel van jullie persoonlijk, elke dag in de weer zijn, jaar in, jaar uit, om iets te doen als het gaat om in het ene geval radio of televisie, maar om mensen te informeren. En dat is iets dat we heel erg op prijs stellen. En dat is ook de reden waarom het stadsdeel Amsterdam Zuidoost, die gezegend is met uw rijkdom, uw activiteiten, ook graag in de afgelopen tijd heeft nagedacht hoe we bijdrage kunnen leveren om uw energie te ondersteunen, dat waar u mee bezig bent, om dat beter tot wasdom te laten komen. Ik ben ook heel erg blij met de reikende hand en de nieuwe wind die er waait bij Salto, centgemachtigde, die het voor velen van ons mogelijk maakt om programma's uit te zenden, dat die nu zich in een fase bevindt
dat die net zoals wij, net zoals u, net zoals alle mensen die er belang bij hebben, begrijpen dat daar waar wij mee bezig zijn heel erg belangrijk zijn voor society building, community building. Want het begint leefbaarheid bij zaken die mensen weten. Want als je dingen niet weet, dan kun je niet meedoen. En wij bedienen heel veel mensen die van ver komen, ook in letterlijke zin. En die mensen weten een heleboel dingen niet. En in die eerste jaren dat ze hier woonachtig zijn in Nederland, in Amsterdam Zuidoost, zijn het mensen die bezig zijn geweest om te kijken hoe ze hun leven kunnen oppakken. En hoe ze een baan kunnen vinden. Hoe het hier rijlt en zeilt. En dat heeft bijna een generatie in beslag genomen. En net zo lang zijn wij bezig en hebben al die ontwikkelingen en die worstelingen meegemaakt. Dus dit is ook een mooi begin met het samenkomen, de koppen bij elkaar steken, een platform dat u samen vormt om nog meer uiting te geven van datgene waar wij om begonnen zijn, waar het om begonnen is. En dat is op een goede manier die mensen te bedienen als het gaat om informatie, om dingen te weten, om daardoor te kunnen meedoen. En je merkt het, in toenemende mate zijn mensen zich bezig te bemoeien met dingen die ook heel erg belangrijk zijn. Naast dat wat te maken heeft met je persoonlijke leven, ook je omgeving, je wijk en je buurt en ga zo maar door. Dus belangrijk dat in een platform, in een netwerk zoals dat nu gestalte heeft gekregen, wij een samenwerking vorm gaan geven met alle steun die daarvoor nodig is. Ik ben geen wachtdokter vandaag, maar je ziet het. Het kan gebeuren dat de telefoon overgaat. Maar wij hebben met dit platform een netwerk waarmee we die samenwerking kunnen bewerkstelligen. Waarbij we dingen kunnen uitwisselen. Expertise. Heel erg belangrijk dat we werken aan kadervorming om dat wat we willen doen op een nog betere manier te kunnen gaan doen. Het bestuurlijk stelsel, zoals dat nu weer aan verandering onderhevig is geweest, betekent dat vanaf 21 maart dingen ook weer een beetje anders eraan toe zullen gaan. Ik zal me niet uitspreken over als dat beter is of slechter dan daarvoor. Want dat zou ik ook niet kunnen. Want iets gaat zoals wat wij ervan maken. Het is een kans in elk geval. We kennen de gemeenteraad als centrale overheid. En we hebben daarvoor stadsdeelraden gehad. Op basis van de verschillende stadsdelen die er waren, 7. Amsterdam is nu opgedeeld in 22 gebieden. Voor wat Zuidoost betreft zijn dat 3 van die 22 gebieden. Bijlmer Centrum, Bijlmer Oost en Gasperdam Driemond. Het is de bedoeling dat eigenlijk elke buurt, elk gebied, een soort eigen vertegenwoordiging krijgt. Iets anders dan zoals de raad was, wat meer een beetje een soort volksvertegenwoordigende raad is. Een soort parlement. Dit wat er komt is een adviesraad. En dan hoor ik veel mensen zeggen, ja, maar als je advies geeft, dan is jouw positie niet zo sterk. Nou, ik wil u aangeven dat op het moment dat wij goede adviseurs hebben, die in de haarvaten van de samenleving zitten, mensen die zich kandidaat stellen, maar ook capabel zijn om die dingen te doen als adviseur, dat zij dat juist gaan afdwingen wat wij willen, namelijk invloed hebben. En het is daarom belangrijk dat de media, zoals we bezig zijn, ook in de haarvaten van die samenleving bezig is om te beginnen om de mensen te informeren over wat de kansen zijn van dit nieuwe bestuurlijk stelsel. En dan is het belangrijk dat wij die informatie brengen, dat ook echt gaan begrijpen. En het is nog niet altijd zo dat mensen die informatie brengen altijd goed begrijpen. En dan gaat het er niet om dat u daar een mening over heeft. Het gaat even om het feit dat u weet wat gaat er veranderen. Hoe gaat het zich voltrekken? Wat zijn de kansen die een nieuwe situatie met zich meebrengt? Nou, met de gebieden Gasperdam Driemond, Bijlmer Centrum en Bijlmer Oost zijn er mensen die zich kandidaat hebben gesteld
om zich als adviseur in de komende 4 jaar bezig te gaan houden met het adviseren van de gemeenteraad. En dan is het van belang dat u ook heel goed die informatie overbrengt naar mensen om dat te begrijpen, want dit is een nieuwe situatie. Dus ik zou graag willen weten, voor ik verder ga met hierover te praten, of er mensen zijn onder u die graag wat specifieks willen weten daarover. Want wat weten we er wel van, wat weten we er niet van? En dan kan ik wat gerichter ook aangeven wat de dingen zijn waar we de accenten op zouden kunnen leggen als media, om de mensen die we bedienen op maat te informeren over datgene wat er staat te gebeuren, zodat zij hun kansen kunnen grijpen. Zijn er vragen? Ja, nou, als er vragen zijn, steekt u lekker uw vinger op en dan komen we naar u toe. Het moet worden opgenomen, hè? Voor media. U bent. Ja, meneer Chante Perkaas van het RAS TV. Roy, praat je vanuit optiek vanuit de centrale stad, dus de gemeenteraad, of praat je uit optiek van het stadsdeel Zuidoost? Zoals ik ben aangekondigd als lid van het algemeen bestuur van Amsterdam Zuidoost, bij een van de 13 bestuurscommissieleden, nog tot 21 maart aanstaande. En vanuit die positie wil ik die boodschap overbrengen dat wij in Zuidoost, als het gaat om de vertegenwoordiging die we hebben tot 21 maart, de bestuurscommissie, blij is met het initiatief dat jullie de koppen bij elkaar gestoken hebben, dat er een platform is en dat het daardoor beter gefaciliteerd kan worden, maar ook de samenwerking met anderen zoals Salto nog beter kan. Oké. Zullen we spreken af dat u uw telefoon op tril heeft gezet. En als u een vraag heeft, vinger opsteken, uw naam en organisatie noemen. Ja, ik ben Frank Krishna van Saraswati Art TV en ook van Sunrise Radio. Een van de dingen wat ik opvang, want ik kom even in contact met mensen Zuidoost. Een van de dingen wat ik opvang aangaande de aanstaande verkiezing, is dat mensen niet snappen wat eigenlijk een bestuurscommissie is, hoe dat in elkaar zit. Ja, en dan, kijk, ik ben mezelf ook gaan verdiepen, ik ben natuurlijk internet gegaan, ik ben allemaal gaan uitzoeken, ik begrijp het. Maar de gewone mensen, die snappen nog niet. Ze zeggen, ja, wat moet ik voor gaan stemmen? Oh ja, gemeenteraad, hoe zit dat? He? Dus ik denk dat wij een stukje missen om de informatie goed naar de mensen te brengen. Van wat is nou die bestuurscommissie? Hoe zit dat met in relatie met de gemeenteraad? Enzovoort. Ja. Dus, en ik denk dat we de komende tijd, daarom ben ik ook hier om even goed te luisteren wat jullie zeggen. Want ik ga dat zondag weer op de radio brengen, weet je. En ik ga de mensen uitgebreid over vertellen. Van, ik ben op zo'n bespreking geweest en dat en dat is gezegd. Maar ik ga straks ook een interview met u maken. Dat u heel goed naar toch wel verwoord naar de mensen. Het is heel belangrijk hoor. En daarom zie je ook mensen zeggen, ah, ik ga niet stemmen hoor. Wat is flauwekul. Ik snap helemaal niet wat ze doen, weet je. En dat moeten we nu gaan ombuigen. Wat is concreet je vraag? Nee, mijn vraag is van de informatie naar de burger toe. Weet je? Dat moet veel meer en het moet helder zijn. Ik ben het helemaal met u eens. Ja. Informatie kan nooit genoeg zijn. 4 jaar geleden kreeg ik nog ruzie met collega's. Toen ik het voorstel deed om de mensen veel beter te gaan informeren, toen er alle verandering kwam van het bestuursstelsel. Want toen gingen we van een stadsdeelraad naar een bestuurscommissie. En ik vond het toen al heel erg belangrijk dat je mensen goed informeert waar het over gaat. Maar het werd me niet in dank afgenomen, omdat er heel veel mensen zijn die er wat langer over doen om uit een traditie te komen. Kijk, het was vroeger zo dat je dus verkiezingen had voor een gemeenteraad. Nou, toen kwamen er 20, 25 jaar geleden, als het niet langer is, die stadsdeelraden, dat snapte men dan op een gegeven moment. Dat we 7, daarvoor wat meer, deelgemeenten hadden als het ware, met een eigen gemeenteraad bijna. Maar toen men de weg kwijtraakte, was het moment toen het bestuursstelsel op zijn kop gezet werd en dus wij te maken kregen met een bestuurscommissie. Nou, die bestuurscommissie
is eigenlijk niets anders dan de stadsdeelraad was, alleen met wat minder mensen. En die had ook meer de functie van de ogen en de oren te zijn. Wat je eigenlijk altijd al bent. Alleen was het, als het ging om invloed, met dien voorstande, met name daar waar je gaat over besluitvorming, er wat dingen waren die weer terug waren in de boezem van de centrale stad. Dus je ging over wat minder dingen als bestuurscommissie om te besluiten. Je kon wel een besluit nemen, want jouw besluit was eigenlijk een dringend advies. Het is bijna nooit gebeurd dat een besluit van een bestuurscommissie is afgewezen door de gemeenteraad. Dus het was wel in afgeslankte vorm, zowel qua mensen, maar ook qua bevoegdheden, als het gaat om besluiten te nemen over een aantal dingen die zijn dan weer teruggegaan in de boezem van de centrale stad. Die werden stadsbreed genomen. Heel erg belangrijk om dat te weten. Maar waarom is die discussie ontstaan en we nu weer te maken hebben met een ander bestuurlijk stelsel, is omdat er een soort weeffout was. Je had aan de ene kant dus een bestuurscommissie met minder bevoegdheden, maar wel met een volledig vertrouwen dat je gekregen hebt. Je bent gekozen. Dus op het moment dat ik ben gekozen, betekent het dat alleen maar die mensen, het electoraat, de burger, mij kan ontslaan. Vervolgens neem ik een besluit en dat moet bijvoorbeeld worden uitgevoerd door de gemeenteraad, waar er ook mensen zitten die ook het vertrouwen hebben gehad. Dus je had bijna twee kapiteins op één schip. En een wethouder is niet iemand die is gekozen. Het is een manager van het bedrijf Amsterdam. En die wordt benoemd door de gemeenteraad van Amsterdam. Dus wij kunnen als gekozen mensen, dus vertegenwoordigers van de bevolking is de baas van de stad, kunnen wij bijvoorbeeld optreden tegen zo'n wethouder. Op een manier die vaak heel ongelukkig kon uitvallen. Er zijn zelf een paar incidenten geweest in dat opzicht. En dan komt het er echt op neer van wie is de baas. Dus de weeffout zat hem in het feit dat je eigenlijk twee lagen had van gekozen mensen die eigenlijk tegenover elkaar zouden kunnen staan. Wat nu gebeurd is, is dus dat, zeg maar, men dacht met die bestuurscommissie een soort filiaal te hebben van de centrale stad, maar dat werkte niet of heeft niet zo uitgepakt zoals dat bedoeld was. Dus die weeffout wilde men eruit halen. Vandaar dus dat met de verandering van het bestuurstelsel nu, we dus een situatie hebben gehad dat we gewoon een gemeente Amsterdam hebben met gekozen gemeenteraadsleden. En de bevolking die heeft nu de gelegenheid om via die gebieden waar zij in wonen een viertal mensen te kiezen om hen te vertegenwoordigen als het gaat om hun geluid, hun stem, hun wensen, hun grieven kenbaar te maken. Dus je hebt lobbyisten nodig, mensen die van wanten weten. Want onderschat het niet, wil je met vier man voor een gebied die functie over allerlei terreinen, sociaal domein, fysiek domein, et cetera, zaken oppakken om die vervolgens, zonder daar bij voorbaat een mening over te hebben, want ik ben in dat opzicht de oren en de ogen, dus een soort boodschapper. Dus dat wat ik ophaal aan dingen waarvan mensen zeggen dat zijn mijn grieven, dat zijn mijn uitdagingen, zijn mijn problemen, maar ook dit zijn de kansen die ik zie, dat moet je kunnen overbrengen. En daar komt het, dat duidelijk moet worden voor de mensen dat we nu moeten gaan stemmen, nog los van politieke partij. Ik ben heel blij dat we zeg maar deze laag met die adviesraden ertoe bijdraagt dat de zaak gedepolitiseerd wordt. Het kan niet zo zijn dat we in een buurt bezig zijn om het veiliger te maken voor mensen die op straat lopen. En dat het gaat over CDA, PVDA, SP of D66. Het gaat erom dat wij daar wonen. En wij hebben met z'n allen een aantal dingen die we meemaken. Als het licht het niet doet, doet het licht het voor ons allemaal niet op straat. Als die bomen staat die dat licht tegenhoudt en het daardoor een donkere hoek ontstaat, een onveilige situatie. En zo zijn er dus een aantal dingen op dat leefniveau in de wijk, in de buurt, waarvan wij die dus als adviseurs naar de gemeenteraad toe die besluiten gaat nemen over een aantal op handen zijnde dingen die spelen. Maar misschien ook wel gedwongen
worden om besluiten te nemen over zaken die bijvoorbeeld in een specifiek gebied of in een specifieke wijk spelen. Want dat beleid dat de gemeente voert op een grote afstand, dat gaat over dingen die met de hele stad te maken hebben. Maar er zijn hele specifieke dingen tot op wijkniveau die belangrijk zijn om getackeld te worden. En dan is het misschien niet belangrijk voor zo'n gemeenteraadslid, maar het is wel belangrijk voor mij in die straat en die speeltuin. En weet ik veel wat er niet allemaal speelt. En dat moet je op een goede manier zien over te brengen. Dus we hebben capabele mensen nodig. En daarom moet het duidelijk zijn, eigenlijk al in een stadium waarin die mensen geworven worden, geïnformeerd worden over waar het om gaat, nog los van die kiezer, maar die bewoner die zich verkiesbaar kan stellen, los van het feit dat ze bij een politieke partij zit of niet, maar ieder individu, trouwens dat kan altijd, meneer Wilders is ook een individu die zich ooit eens verkiesbaar heeft gesteld. Het is altijd zo geweest. Alleen is dat men zich daar niet zo van bewust. Het hoeft niet per se via een politieke partij te zijn. En helemaal als het gaat over dingen die eigenlijk niets te maken hebben met dat grote politieke abstracte gebeuren. Maar over belangenbehartiging, over het grijpen van kansen, over het overbrengen van zaken, heb je dus die buurtbewoners nodig met die expertise. Dus je hebt eigenlijk een soort officiële participatiestructuur gekregen, waarbij je van bottom-up met die mensen die dus in staat zijn om op een goede manier dingen te verwoorden, op te schrijven, het geluid te laten horen, de media daarvoor in te zetten. En daarmee moet je met elkaar partners zijn. De bewoners, de bestuurders, niemand staat tegenover elkaar. Je bent met elkaar om ervoor te zorgen dat jij alles eruit haalt om de leefbaarheid te verbeteren. En in dat opzicht is het heel erg belangrijk dat de mensen, in elk geval nu, want dit is al kort dag, kunnen niet meer doen dan er gedaan is, uit te leggen dat het gaat om mensen waarvan jij denkt dat die in staat zijn om jouw ding te kunnen uitdragen. En de lijntjes hebben, de warme contacten met de centrale stad, om ook die invloed uit te oefenen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Twee vragen. Ja, inderdaad, twee vragen. Patrick Doorn, Zuidoost-TV. Wat mij het meeste moeite kost om uit te leggen, is het punt van dat de adviescommissie een zwaarwegend advies heeft. Je zei net, nou, reken er maar op, maar het lijkt een soort geloof. Is dat ook formeel afgebakend? Hoe zit het op het moment dat wij misschien hier vinden dat iets zwaar is en andere mensen zeggen, nee, het is niet zwaar. Dat is vraag 1. Tweede is, om welke zaken gaat het nu precies? Want de indruk die je krijgt, dat het voornamelijk gaat om die ene boom die je net noemt, het bankje wat ergens geplaatst moet worden. Maar als ik ben dus bij 4 bij politieke bijeenkomsten geweest hier in Zuidoost. Mensen praten over armoede, werkloosheid, eenzaamheid. In hoeverre heeft men dan ook invloed op het budget wat ervoor uitgetrokken moet worden? Die twee vragen. Ik ben ontzettend blij met deze vraag. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hoe maak je die vertaalslag? Want uiteindelijk heb je het naast die boom en die tegel over een aantal dingen. Ik wil werken. Of ik ben in een positie waardoor ik niet uitkom en ik daardoor op de een of andere manier hulp nodig heb. Of de school. Dan kun je zeggen, je gaat er niet over. Dan kom ik direct hiermee met het bruggetje naar invloed. Het heeft met een attitude te maken. Dus je zegt geloof. Nee, het heeft met hoe zeg je dat in het Nederlands? Attitude? Houding. Op het moment dat je bij voorbaat denkt van het heeft geen invloed, het doet er niet aan toe, het is niet belangrijk en je doet er niets aan, of je praat erover maar ergens in de kroeg of op straat of op de markt. Nee, op die plekken waar dat bij elkaar komt om massief die dingen aan de orde te stellen. En dan is dat wat jij noemt dan wel een individueel geval. En zo zijn er een heleboel individuele gevallen als het gaat om bepaalde ervaringen die men heeft op school met kinderen. Dat zijn individuele zaken. Maar uit die individuele zaken valt op te maken dat er een tendens is. Er is een trend dat een aantal dingen niet gaan zoals ze moeten. En dan gaat het om die vertegenwoordiger, die adviseur, die slag kan maken. Dus, en daarmee invloed kan uitoefenen. Dus op het moment dat je gaat en zegt van ja, maar er zijn een heleboel kinderen die een advies krijgen dat niet deugt, et cetera. Maar op het moment dat je komt
en je kunt aantonen, 20% van de mensen die ik heb gesproken, daarvan hebben de kinderen dat en dat en dat. Dus je moet in staat zijn om met die argumentatie die mensen die daar wat aan moeten gaan doen, maar het vaak ook wel willen. Want het is ook niet zo dat je ervan uit moet gaan van, je hebt te maken met onwelwillende mensen die niet willen luisteren of die dingen niet begrijpen. Ze zijn zich ervan bewust, niet voor niets is er een lokale adviseur. Je bent op afstand, dus jij weet ook niet wat er allemaal speelt. Dus je bent blij met zo iemand die input geeft vanuit, zeg maar, de concrete casussen, om daarvan te kijken van hoe maak ik er beleid van. En dan kan het zijn dat er stadsbreed, neem nou bijvoorbeeld communicatie. Gisteravond hadden we het erover in de bestuurscommissie. Er is een motie ingediend. Ik ben een van de twee mensen die tegen die motie gestemd heeft. En dat had te maken met een participatietraject in de K-buurt. Loopt al een hele tijd. Participatie is een van de meest normale dingen. Dat zou moeten horen bij de beschaving. Zoals wij met elkaar, zonder dat op te schrijven, zouden moeten hebben, stilzwijgend hebben afgesproken, van dat iedereen een inbreng heeft. En dat wil niet zeggen dat iedereen zijn zin kan krijgen, maar het is belangrijk voor de kwaliteit van besluitvorming, van datgene wat we met elkaar willen, dat je naar elkaar luistert. Dus dat die meningen ook de ruimte krijgen. Daarom is dus de lokale media, zoals we laagdrempelig bezig zijn, belangrijk. Maar dat zijn allemaal verhalen die van belang zijn. Dat is ook een onderdeel van het hele participeren. Nou, in die motie wordt gevraagd van als er ooit eens in de toekomst weer mensen zijn die willen participeren, zouden we voortaan willen weten van of we dat mogen en in welke mate en hoeveel geld. Ik denk van luister, we zijn 4 jaar geleden begonnen met een afspraak, een bestuursverklaring, waarin we gezegd hebben dat participatie het belangrijkste ding is waarop we gaan inzetten. En dat betekent dat je op dat moment beleid moet maken. En dat beleid dat je gemaakt hebt, wat past bij Zuidoost, misschien niet bij Zuid of niet in Noord, maar wel in Zuidoost, dat reik je aan. Dus je kunt het verwijt maken dat wij niet het geld gehad hebben, nadat is besloten dat we de participatieproces opnieuw mochten doen in de K-buurt. Nee, je hebt als Zuidoost verzuimd om zelf een visie te ontwikkelen. Om duidelijk te maken van hoe wil je het en wat kost het. Want je gaat het voorleggen. En als er 100 mensen zijn, nee, 200 of 300, dat bepaalt, dat geloof, die invloed. Dus die invloed oefen je uit door op een gedegen manier zaken op een, ja, een redelijke manier voor te leggen. Maar als je dat verzuimt te doen, of niet op een goede manier, dan heb je geen invloed meer, ja. Wat is zwaarwegend en wie bepaalt wat zwaarwegend is? Het is zo geregeld, als ik het heb over een zwaarwegend advies, dat het altijd zo is dat een advies uitgebracht door zo'n officieel instituut, als een adviescommissie, gebiedscommissie, met hele goede argumenten moet worden omlijnd, wil men daar zeggen van af te willen wijken van het advies. Dat vind ik een zwaarwegend advies. Want je moet met argumenten komen. Je kunt er niet zomaar naast je neerleggen. Okay. En die argumenten, dat kunnen flutargumenten zijn. Omdat men het om welke reden dan ook niet wil. Maar daar komt de invloed. De invloed die je uitoefent met dat op een juiste manier, zeg maar, aan de orde te stellen. Met behulp van media die veel meer mensen bereikt. Zodat men weet van luister, dit wat er naar voren gebracht wordt door die adviseur, is niet iets wat van hem of van haar of van die 3 mensen. Nee, door alle geluiden in te zetten van die dingen die ondersteunen datgene waar je je advies op hebt gebouwd, dat dat ook helpt om die invloed uit te oefenen. Oké, okay. Ben Hulzebos, Maat Radio. Okay. Ja, Ben Hulzebos is de naam van Maat Radio. Ik had de vraag, maar eigenlijk was dat precies dezelfde vraag als de voorgaande vraagsteller die aan u stelde. Over de bevoegdheden inderdaad die de bestuurscommissie zal hebben. Mijn indruk is dat die bevoegdheden beperkt zijn. Maar wat u net vertelde, dat het ook neerkomt dat er eigenlijk heel veel van afhangt hoeveel bezieling er eigenlijk vanuit de samenleving, in dit geval Zuidoost, komt. En dat er vanuit die bezieling
misschien bij de centrale stad een vraag doet ontstaan en waar mensen antwoord op kunnen krijgen. Ja, moeten daar. Ja. Dus ja, dat is wat ik daarover denk. Ik denk dat het laatste woord over die bevoegdheden nog niet gesproken is. Dat er nog veel over gesproken zal worden. Ik denk dat veel mensen het inderdaad niet weten nog wat het precies gaat betekenen. Misschien dat het dagelijks bestuur dat ook nog niet echt weet. Misschien kan ik een andere vraag stellen en die heeft betrekking op dat dagelijks bestuur. Dat was voortaan gekozen, ook uit de commissieleden. En dat wordt vanaf 21 maart wordt dat vastgesteld door de centrale stad. Gaat er in die rol dan nog iets veranderen in het dagelijks bestuur? Ja. Eigenlijk gaan we weer te maken krijgen met een situatie zoals die voor de bestuurscommissie was, maar wel op een iets andere manier. Ik heb het al aangegeven in het begin van mijn gesprek met jullie dat een wethouder is een ambtenaar, een functionaris, een manager die is aangenomen door de gemeenteraad en zo van het een op het ander moment kan worden ontslagen. In het geval van de bestuurscommissie werden er 13 mensen gekozen en die hadden onderling weer 3 mensen die zij kozen voor het dagelijks bestuur, met de dagelijkse dingen bezig te zijn. Die konden niet worden ontslagen, behalve dat wij zeggen dat wij je niet meer willen in het dagelijks bestuur met z'n 13 of een merendeel ervan. Nu krijgen we dus een situatie dat dus wij hier ook weer managers krijgen en dat zijn ook ambtenaren. En die ambtenaren die worden benoemd door de wethouder en de gemeenteraad. Dat betekent dat dus zo'n functionaris kan worden ontslagen op het moment dat hij zijn werk niet doet naar behoren. Zonder dat wie dan ook er tussen hoeft te komen. Maar dat zijn geen mensen die door u zijn gekozen. Dus die kunnen ook niet door u worden ontslagen. Ja? Andere vragen vanuit de zaal? Yes. Uw naam en organisatie. Ja. Pastor Duncan van Pan Africa Media. Excuse my Dutch, please. Ik wil alsjeblieft meer weten over de nieuw bestuurstelsel. Wat precies dat how in for ons de lokale media. Misschien kunt u een beetje toelichten over wat in algemeen, wat dat ja, de inhoud van zo'n stelsel. Dank u. Ik ga even zeggen dat op jouw vraag van wat betekent het concreet voor ons. Ik ga met één woord dat beantwoorden. Een kans. Want als er mensen zijn die op dit moment zich ook ontzettend bezighouden, elke dag meer en meer met die elections, dan zijn het wel die mensen voor wie wij programma's maken. Die mensen hebben honger. Die mensen willen een heleboel dingen weten die ze niet weten of niet wisten. En als er een moment is, is het nu om meer dan ooit mensen te binden die echt met z'n allen iets willen. Heel graag. En dat is geïnformeerd te worden. En dan kan ik me voorstellen dat dus je zegt van oké, ik heb die informatie ook zelf nodig. Want niet iedereen van ons heeft de mogelijkheid om uren research te doen en zelf achter dingen aan te gaan. Want veelal zijn we vrijwillig bezig. Het gaat om media in het stadsdeel. En ons soort media dat we hier hebben. Dus zijn er mensen die gewoon daarover geïnterviewd kunnen worden. Wat ik vaak mis, ik heb op een vorige conferentie, dat was niet de vorige keer bij de aftrap van het platform, maar daarvoor was er een conferentie, hoorde ik inderdaad geluiden die ik herken, van hey, ik wil wel iets doen, maar dan moet ik research plegen en ik ben geen onderzoeksjournalist en het kost tijd. Helemaal gelijk. Maar ik zie soms mensen veel meer energie stoppen in bepaalde dingen, zonder dat dat nodig hoeft te zijn. En dat is gewoon een belletje naar meneer Pietje of meneer Jaantje. Wil je komen naar de studio of ik kom naar je toe, waar ben je nu? Kun je me iets vertellen?
Het is dat ik toevallig ergens ben en ik moet zeggen dat ik vaak op plekken ben en dat mensen die ik ook nog eens keer ken mij vaak iets vragen. Maar eigenlijk vind ik gewoon dat we te weinig gebruik maken van kennis, mensen, expertise, om ze dingen te vragen waar die mensen die wij weer bedienen honger naar hebben. Dus als mensen echt willen weten welke broden er zijn, ga ik morgen naar de bakker, want ik weet zeker, iedereen gaat luisteren. Oké, okay. Goed, vraag. Goedemiddag iedereen, meneer Risti. Mijn naam is Ben Kortvliet, Radio Maat. Ik wil iets poneren. En als het iets is wat niet klopt met de realiteit, dan zult u mij moeten corrigeren. Ja? Kijkend naar, zeg maar, het feit dat u nu aanhaalt, dat mensen echt nu vragen hebben. Mensen willen om wat voor reden dan ook informatie, als het gaat om, zeg maar, participeren in deze samenleving. Wat mij beangstigt, is dat wat we nu hebben aan bestuurlijke verhoudingen. De centrale stad is nu oppermachtig in mijn beleving. Vroeger had je nog een raad in Zuidoost, die had nog invloed en inspraak op het beleid. Toen kwam de bestuurscommissie en ik vraag me nu af, hoe verder zijn we verwijderd van invloed als het gaat om wat er moet gebeuren? En als we dat niet hebben, hoe kan je zorgen dat het gaat om aandeelhouderschap, dat je ook medebepalend bent voor het welzijn en welvaart in maatschappelijk opzicht voor onze mensen hier? Ik heb de indruk dat de mensen die prediken dat ze ons gaan vertegenwoordigen in de tijd waarin we nu leven, de mensen voor de gek houden, omdat we steeds minder invloed hebben op de dingen die kunnen of zullen gebeuren. Zie ik het verkeerd? Ik heb een mooi ding gelezen vandaag. We hebben vaak de verkeerde mensen die ons vertegenwoordigen, omdat de juiste mensen verzuimen te gaan stemmen. En eigenlijk komt het hierop neer dat datgene wat u zegt erop neerkomt, dat die mensen die die invloed zouden moeten uitoefenen namens u, daar niet goed in staat toe zijn geweest. Dus u bent teleurgesteld. En een teleurstelling gaat hand in hand met een verwachting. Dus u had een verwachting. En die verwachting kan alleen worden bijgesteld door de media, door mensen goed te informeren. Want er zijn te veel mensen die rondlopen met de verkeerde verwachtingen. Dus het wachten op een teleurstelling is een kwestie van tijd. Dus laten we met elkaar het erover eens zijn in het gezelschap waarin we zijn. En een stukje verantwoordelijkheid op ons genomen hebben. Om veelal vrijwillig mensen de weg te wijzen, de bomen door het bos te laten zien, dat wij daar een van de meest invloedrijke groep mensen zijn, bewoners, mensen die activiteiten hier ontplooien, om anderen daarin mee te nemen. Want op het moment dat u ervoor zou kiezen om Pietje daar neer te zetten, en dan zou het kunnen zijn dat Pietje capabel is, of u denkt van hij gaat het allemaal kunnen doen, dus u laat het aan hem over. Maar Pietje valt in slaap. En dat is omdat er geen druk is op Pietje. Niemand herinnert Pietje aan zijn uitspraken. Er is niemand die Pietje houdt aan zijn afspraken. Pietje die heeft namens u iets gedaan. Als u een postpakket bestelt, dan volgt u ook als het onderweg is tot het moment dat het u bezorgd wordt. U heeft dan iemand gekozen om voor u een aantal dingen te doen. Maar u volgt ze niet. U bekritiseert ze niet. U houdt ze niet aan hun woorden. U houdt ze niet wakker. En dat heeft te maken met de verwachting van dat als je iemand daar neerzet, dat die de komende 4 jaar dan die dingen doet en automatisch, zonder ook nog eens keer input te geven, dat doet. Nee, jij bent verantwoordelijk. Je hebt het vertrouwen gegeven aan mensen, zoals het gebeurt in een vereniging, en dan kiezen een bestuur voor 1 jaar of 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, en dan is een penningmeester en ga zo maar door, secretaris, voorzitter.
Maar er is ook een kastcommissie, er is ook van alles en nog wat. Je dient controle uit te oefenen als leden van die vereniging. En als deel van de community hebben wij daar de verplichting toe. U bent net zoals die mensen die gekozen zijn verantwoordelijk. Want u werpt zich ook op als mensen die weliswaar vrijwillig bezig wil zijn om mensen te informeren. En daar hebben wij een verantwoordelijkheid waarvan ik zeg dat we ons daar ook van bewust moeten zijn. We willen een bijdrage leveren aan datgene waarvan u terecht zegt. Dat maakt dat een heleboel mensen sceptisch zijn en boos en niet willen gaan stemmen. Dus laten we daar die winst proberen te halen. Laten we met elkaar afspreken dat daar waar we met 26% naar de stembus gaan, dat we de wereld beginnen te bewijzen dat door onze invloed, dat van de lokale media, het 50% is geworden. En dan wil ik zien hoe het staat met uw invloed daarna. En hoezeer u wel niet in achting bent gestegen bij die mensen bij wie u die invloed wil uitoefenen. Oké, okay. Patrick Dorner. Als het gaat om het veranderen, sorry, opnieuw, het nieuwe stelsel wat er is redelijk snel er doorheen gedrukt, laat ik het zo noemen. En je noemt zelf steeds eigenlijk het belang van capabele mensen in zo'n adviescommissie. Ik hoor zelf veel klachten eigenlijk van die mensen zelf die eigenlijk deel willen nemen of zouden willen nemen, dat ze niet genoeg in staat zijn gesteld, te weinig training hebben gekregen, alhoewel formeel er een soort training was, om dat heel belangrijke werk, zoals je het net zelf noemt, te doen. Ja, ik kan natuurlijk zeggen het is te laat, want de verkiezingen zijn al. Maar is er nog een mogelijkheid om na die verkiezingen de mensen die er zitten echt goed te trainen? Want er zitten mensen bij die, ja, die geen ervaring hebben, dat is ook waar jij je druk om maakt dan waarschijnlijk. Een aanvullende vraag en ik hoop dat je oprecht hier een antwoord geeft, Roy. Er zijn een aantal mensen die op dit moment meedoen waarvan wij een paar reeds voor de microfoons hebben gehad. Die mensen hebben geen bagage, zijn politiek nauwelijks of niet geschoold. Hoe halen we het in ons hoofd om die mensen op posities neer te zetten? Want we houden elkaar voor de gek. Wacht even hoor, heb ik je goed begrepen? Als je zegt, hoe halen we het in ons hoofd om die mensen op welke posities bedoel je? Dus in een adviescommissie. Ja. Maar wie zet ze daar? U en ik toch? Dus wij hebben die mensen daar gezet. En dat kan zijn door bewust te kiezen voor iemand die achteraf blijkbaar... Sorry, maar er zijn grappenmakers die zeggen dat ze partijen oprichten. En om wat voor reden dan ook denken dat ze mensen daar moeten... En het maakt ze niet uit wie die mensen zijn. En niemand durft daar iets over te zeggen. Want we zijn bang dat we mensen gaan beledigen. Ja, nee, weet je, we zijn geneigd. Ja, oké. Okay. Wacht even, Ben, wat zegt u? Nou ja, Glenn heeft het over dat we grappenmakers zijn onder degenen die zich verkiesbaar hebben gesteld. Maar het is inderdaad aan ons om te kiezen of niet te kiezen. En als wij kiezen voor grappenmakers, zo zegt ze, dan komen de grappenmakers aan het bewind, zoals bijvoorbeeld in Italië. Misschien nu zelfs in Amerika. Oké. Bent u ermee? Ja, dus om het even scherp te stellen, die vraag die ik stel, daar ging het dus eigenlijk om. Van constant, kijk, we kunnen zeggen, tuurlijk, we stemmen wel of niet op een persoon. Dat blijft. Maar het gaat erom dat het idee wat achter deze adviescommissie zit, vanuit de centrale stad georchestreerd, om het in te stellen, zou eigenlijk ertoe moeten leiden dat je dat als je dat ook zelf serieus neemt, vanuit de stad gezien, dat je zegt, nee, we moeten zorgen dat die mensen die zich verkiesbaar stellen of uiteindelijk gekozen zullen worden, getraind worden om ook dat werk goed te doen, of in staat gesteld worden. Maar we zien inderdaad, Glenn zei het iets heftiger dan ik, maar ik heb hetzelfde gezien, dus ik denk van, ik hou mijn hart vast als deze mensen het moeten gaan doen. Maar het kan best zijn dat ze wel stemmen trekken. U bent van welke organisatie? Ik ben met ik ben kandidaat voor Gazprom Driemond. En ik hoorde van deze bijeenkomst, dus vandaar dat ik hier naartoe ben gekomen. Mijn naam is Ronnie Seip. Ik ben dus kandidaat. Mag ik dus de vraag stellen, bent u van een politieke partij of gewoon zelfstandig? Ik ben van een politieke partij. Okay. Ik ben onder de vlag van D66.
Maar ik ben allereerst ben ik buurtbewoner. En ik vind uw vraag heel interessant. U heeft het over de training. Er zijn natuurlijk nieuwe mensen, nieuwe partijen. In Gasperdam Driemond zijn straks 15. Je kunt kiezen uit 15 lijsten, heb ik gezien. Vorige week was de aftrap van de kandidatenwijzer, waar je dus ook alle kandidaten kan zien. Maar ik moet wel zeggen dat de gemeente er heel veel aan gedaan heeft om de nieuwe kandidaten ook te trainen. In mijn mailbox verschenen allerlei trainingen. Dus dan moet je denken aan training, campagne voeren, training van debat. Training debat voeren. Een aantal trainingen zijn aangeboden vanuit de gemeente, waarvan ik er een paar heb meegepikt. En natuurlijk ook vanuit mijn partij zijn een aantal trainingen. En dat, ik kan me voorstellen dat je dat niet meekrijgt als je zelf een partij opricht, want dan heb je dus niet die mogelijkheden. Ik vind ook heel interessant wat u zegt, hè, van de kiezen straks op een grappenmaker. Ik denk, als het een goede mix wordt van mensen, en met een goede mix van mensen bedoel ik een paar nieuwe mensen en een paar mensen die wel verstand hebben van een adviesrol, dat het goed moet komen. Maar het is inderdaad afhankelijk van de kiezer voor een groot deel. En ik ben iemand die wel uit die wereld komt en die dus weet, de klappen met de zweep kent. Ik vraag me af, hè, wat er mis is met een beetje politieke scholing. Weet je, er zijn mensen, je kan in een adviescommissie gaan zitten, maar je hebt te maken met mensen die politiek bedrijven. Ja. Weet je, die twee is een tak van sport die je moet begrijpen. Ja. Weet je, en als niemand, wat je noemt een aantal trainingen, ik hoor je dat niet zeggen, maar dat die mensen een beetje politieke scholing krijgen, want je kan niet zeggen van, ik ga advies uitbrengen, maar er wordt in die tussentijd politiek gespeeld. Waar praten we over? Ja. Andere kandidaten die vragen hebben misschien, ja, collega's? Ja. Ik vraag me af die bestuurscommissieleden, of die, want die hoeven niet speciaal lid te zijn van de politieke partijen. Iedere buurtbewoner kon zich gewoon aanmelden. Het is de vraag of je politiek geschoold moet zijn. Het gaat meer om, denk ik, dat je betrokken buurtbewoner bent en probeert de buurt mee te krijgen in zaken waarvan jij denkt dat die goed zijn voor jouw buurt, voor jouw stadsdeel. Dat gebeurt en of niet speciaal politiek geschoold zijn. Maar dat gebeurt al. Er zijn niks meer opgeschoten. Dat wat je zegt gebeurt al. Die mensen die het opbouwwerk hier doen, POSO en noem maar op, die zijn al bezig al jaren met dat soort activiteiten. Heeft u ja, antwoord graag. U weet hoeveel mensen op hun voordeur hebben staan automonteur. Maar ik kom daar zo op terug. Bent u zover, meneer Wiester? Ik ben op dit moment dichtbij. Ik ben niet zo ver als toen ik u de laatste ontmoet in China. Ik ga een vraag stellen van een heel andere strekking. Eén, ben ik het niet echt eens van dat mensen in de raad politiek geschoold moeten zijn. Want een vertegenwoordiger mag van vuilnisman zijn tot arts. Dan ben je pas een volksvertegenwoordiger als je in alle categorieën meedoet. Dat is mijn redenering daarover. Mijn tweede, mijn echte vraag is, binnenkort hebben we ons volksfeestje weer. Dat heet Kwaku. En we hebben gemerkt dat bij Kwaku de tickets steeds duurder worden. Wat heeft de gemeenteraad daarover te zeggen? Ik kan daar heel kort over zijn. Niet heel erg veel. Het is geen volksfeest overigens, dat was het. Kwaku zoals we dat nu kennen, 2.0, dat is een festival zoals we een aantal honderden kennen in het land, waar mensen een accommodatie huren, outdoor of indoor, en daar een vergunning voor vragen en daar een festijn organiseren. En in dit geval heeft u het over een festival dat de naam heeft van dat wat ooit is begonnen is als een volksfeest. Als het ooit als volksfeest begonnen is, dan neem ik aan dat de gemeente er een handje van in had.
Ja, laten we het zo zeggen, dat we niet in staat zijn gebleken om dat te behouden als volksfeest. Maar je kan wel zeggen, de gemeente kan altijd een subsidie toekennen, waardoor je dus een kaartje wat goedkoper kan maken voor de minder bedeelde mensen in de centrums. Dat is zo gebeurd, dat is het van de gemeente. Dat is zo gebeurd, ja. Er is een bijdrage van 100.000 per jaar door de gemeente, waardoor de kosten aanzienlijk lager zijn voor het toegangsbewijs dan wat het zou kosten uitgaande van een calculatie die je als commerciële organisator zou moeten vragen aan entree. Ja, ik weet dat de kosten zoals die zijn uitgerekend op de manier zoals dat eigenlijk allemaal precies zou moeten voldoen aan al die eisen die ook in toenemende mate gaan drukken op het budget, dat er zelf een ruimte is geboden voor een entree die, om het ten goede, ik kan me vergissen in €2,50, maar theoretisch mag de organisatie tot een bedrag van €25 per dag vragen. Oké, dankjewel Roy. We zijn ruim over onze tijd, wat betreft het officieel gedeelte. Maar we hebben ook aangekondigd dat iedereen, zoals de meneer Van Mart naar voren bracht, Zingo, je microfoon. Maar goed, dat is oké. Ik wil nog één afwijken van het hoofdonderwerp en één vraag stellen dat me al jaren bezighoudt. En gelukkig hebben we hier in de zaal een stedenbouwkundige, Roy. Met die heb ik al vaker hierover gepraat, namelijk de beruchte rotonde van Gansenhoven. Ik heb begrepen dat de partijpolitieke belangen daar spelen, dat de verkeersregelaars geen verkeersregelaars zijn, dus ze verregelen het verkeer niet, van stop, die heeft voorrang, dat doen ze dus niet. Misschien heeft Ronnie Sijp een oplossing als stedenbouwkundige voor dit probleem. En Roy, hoe zit het met die partijpolitieke belangen? Ik heb begrepen dat één partij, die verkeersregelaar, een of andere organisatie, elk geval, jij eerst en dan Ronnie. Ja, ik weet niet uit het hoofd hoeveel mensen het voor me hebben opgenomen, dus hoeveel mensen het begrepen hadden, toen ik meer dan 66 moties als misschien wel ijverig bestuurscommissielid heb ingediend. En hebben meegelachen of heel kritisch waren ten opzichte van de opposanten, zoals ik die ook heb. En er waren een heleboel bewonersideeën die ik heb opgehaald. En omdat er een nieuw bestuurstelsel kwam, komt zo bij de rotonde. Dat hoort bij een rotonde, dat het een rotonde is. En dat er dus in elk geval een aantal zaken bij zijn die ik naar voren heb gebracht. Dus ik heb namens de bevolking meer dan 66 plannen, ideeën en wensen naar voren gebracht. Ze noemen het met een mooi woord moties. Ik ben blij dat ik die beelden heb waarop de reacties staan die ik toen kreeg. Die zullen ooit eens gaan behoren tot het grootste vertier in Amsterdam. Maar naderhand blijkt dat al die 66 en meer voorstellen wel worden uitgevoerd. En zo hebben wij ook, of ik, een motie ingediend om in elk geval dat knelpunt wat we daar hebben, de rotonde Gansenhoef, eens een keer goed opgelost te krijgen. En daarbij, want als je iets oplost, moet je ook direct kijken van als je toch gaat investeren, wat zijn de kansen? En dat gebied met Kandelaar, met het winkelcentrum, met No Limit, met sociaal-economische voorzieningen, zou veel beter ontsloten kunnen worden. Er was zelf een heel mooi idee van Patrick Dorder, die zegt van Roy, breng in dat het misschien een soort functie kan hebben als een als een soort boulevard, hoe heet het, de Bijlmermeer? Ramblas du Bijlmermeer. Nou, zo heb ik dat ook ingebracht. Nou, dat heeft ertoe geleid dat ik het voor elkaar heb gekregen om €500.000 vrij te krijgen om dat gebied aan te pakken, inclusief het knelpunt van de rotonde. Als je het hebt over hoe dat ding werkt in de politiek. Er zijn dus mensen die dus in de politiek zijn en die vinden van, u mag geen auto rijden. Ik zeg het even zwart-wit. Dus die hebben zoiets van, het knelpunt ontstaat door die mensen. Dus ja, dan moeten die mensen dat maar zelf oplossen. En dan kiezen ze voor een oplossing om te zeggen, dat zetten we verkeersregelaars. Maar daarmee heb je het niet echt duurzaam opgelost. Het is in feite, zeg maar, pleisters plakken. Maar daardoor hebben ze weer verkeersregelaars aan werk willen helpen.
Dus die belangen, dat maakt dat dus zeg maar een aantal dingen. En die mensen waren in een positie, die daar verkeersregelaars waren, 4 jaar lang, dat zij dat konden doordrukken en dus hebben tegengewerkt, ondanks ik 5 ton heb kunnen klaarspelen, omdat ik ook weer de centrale stad in mijn rug heb als D66er, die de coalitie zat, en dat er vrij kon spelen. Maar op lokaal niveau is dat dus 4 jaar getraineerd. Dat soort dingen kunnen ook gebeuren. Maar dat is omdat we met z'n allen misschien niet oplettend genoeg zijn. En een deel van het geld is verdampt. Het is nu nog slechts 250.000. Ja. En als het gaat om de ingrepen, dan ben ik wel benieuwd hoe met dat budget, wat echt aanzienlijk lager is dan dat 500.000, er toch een oplossing gevonden kan gaan worden. Die dus tegemoet komt aan de wensen. Als we praten over oplossing wil ik toch heel erg, heel kort Ronnie, als deskundige op dit gebied. Roy heeft het voor een oplossing. Heel kort aangeven, wat volgens jou zou moeten gebeuren? Nou, nogmaals, Ronnie Seipen is mijn naam. Ik ben inderdaad ook stedenbouwkundige, niet in Amsterdam, maar in andere gemeenten. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Wat gebeurt er eigenlijk? Een rotonde is een heel mooi ding. Je hebt allerlei wegen, die komen aan bij een rondje. En op het moment dat je dus bij de rotonde bent, dan kun je dus zonder verkeerslichten, kun je die rotonde op, heb je voorrang en kun je er weer af op het moment dat je bij de volgende weg bent en eraf moet slaan. Dat gaat goed totdat het fout gaat. En wanneer gaat het fout? Het gaat fout wanneer er een piekbelasting is van een aantal auto's. Bijvoorbeeld als er een markt is. Dus op het moment dat er een druk moment is, echt een piekmoment noemen we dat, dan kan dus één van die zijtakken van die rotonde, die kan vastlopen. En als hij dus vastloopt, dan loopt die hele rotonde vast. En wat je daaraan zou moeten doen, is denk ik best wel rigoureus. Ik denk dat gezien de markt en ook, ik ga ervan uit dat Zuidoost ook blijft groeien en dat die potentie wordt gepakt en dat ook uiteindelijk weer het inwonertal ook iets zal groeien. Dus het wordt daar eigenlijk alleen maar nijponder. Dus je zou het parkeerterrein moeten loskoppelen van de rotonde. Het parkeerterrein wat voor het winkelcentrum ligt, loskoppelen. En de rotonde zou je wat mij betreft moeten opheffen. Dus je zou die volledig moeten opheffen. En dan zou je iets anders moeten terugbrengen wat mensen ook niet zo leuk vinden. Maar daar zit waarschijnlijk niks anders op. En dat is een kruispunt met verkeerslichten. Dus je ontkomt er niet aan. Nee. Ja. Oké, dankjewel. Ik hoop dat jij namens Gaasperplas Driemond werkt in de bestuurscommissie, zodat je dat kan voorstellen aan de nieuwe adviescommissie, die vervolgens gaat naar het DP en van het DP naar de gemeenteraad. En ik wil dat ook nog weten dat Roy, Glenn, Godfried, je kiest ook iemand van de gemeenteraad op wie je invloed kan uitoefenen. En niet alleen in jouw buurt, in de bestuurscommissie. Die lijntjes zijn er. Roy, die lijntjes zijn er. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit officieel gedeelte. U wilt nog iets vragen, Helen? Oké. Ja. Zometeen kunt u na het nuttigen van een heerlijk Javans gerecht met Roy verder praten, interviewen. U kunt met elkaar in debat gaan, elkaar interviewen. Dit is de Zuidoost Nieuws Hotspot. Dat in het leven is geroepen door Zuidoost TV, Radio Mart en Radio Hallo, en Razo Media Amsterdam.